De woningmarkt is super lastig op dit moment. Ofwel, er komen geen leuke huizen op de markt, of alles is rete duur. En met meerdere gegadigden, vaak voor één woning, lijkt het wel of je zonder zwaar overbieden eigenlijk niet aan bod komt. Kortom, de woningmarkt op dit moment betreden is een drama. Maar gelukkig zijn er ook alternatieven voor mensen die zich niet gek willen laten maken door de huidige woningmarkt. En dat is verhuizen op de plek waar je nu woont. En met verhuizen in deze context bedoel ik dan nieuwe energie steken in je huidige woonplek. En dat betekent met frisse ogen kijken naar je woonplek. En die activiteiten ontplooien en werkzaamheden uitvoeren alsof je nieuw op deze plek komt wonen. Zodat uiteindelijk jouw huis beter aansluit en beter past bij je huidige manier van leven. Dat doe je deels met geld, maar vooral ook met tijd en met inspanning. Dat is dus deels materieel, aanpassingen en verbeteringen aan je huis. En deels ook immaterieel. En dat betekent anders kijken naar je woonomgeving. Opnieuw op onderzoek gaan. Het herontdekken van de verborgen voordelen van je woonplek. En je opnieuw verbinden met je buurt en met je buurtgenoten. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij je fijner gaat voelen en dat je je weer zo verbonden en trots voelt op je eigen woonplek en wellicht ook weer verliefd wordt op je eigen woonplek. Dat je eigenlijk niet meer weg wil. En dan zeg ik krap op de woningmarkt, boeien opgelost.